Jongens, Metroid is een van de grootste klassiekers uit de stal van Nintendo. Voor mij is het persoonlijk de vetste franchise die Nintendo heeft, samen met The Legend of Zelda. En Metroid Prime, je weet, ik heb hem gespeeld op stream, de volledige game uitgespeeld. Fantastisch, echt geweldig, still holds up today. En het is een van de greatest der greats. En daar is nu een remake van. Een klein team, Team SCU, heeft 5 jaar aan deze demo gewerkt. Of althans, 5 jaar aan deze game gewerkt. Dit is de demo daarvan. Die kan je nu gaan downloaden. Ik zal de link hieronder in de beschrijving zetten. En ze hebben de game Metroid Prime. Hebben ze een 2D-platformer in de klassieke Metroid-stijl van gemaakt. En het ziet er belachelijk vet uit. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik wil heel graag deze game spelen. Dat is ook wat we nu gaan doen. En het is een klein team. Ik weet niet wat ik kan verwachten. De screenshots zagen er fantastisch uit. Maar laat het zelf gaan spelen. Je moet het met muis en toetsenbord spelen. Dat is erg belangrijk. En, laten we dit niet doen. Quit game. Distress signal detected. Locking in coordinates. Ja hoor, dit voelt al wel gelijk heel erg als de opening van de GameCube versie aan. Dat doet me goed. 4 guys zijn hier dus de absolute lead-in geweest. Er zijn nog wat extra mensen betrokken geweest bij het project. Maar niet zozeer met game design aan zich. Dan heb ik het over sound designers en concept art en artwork. Maar dit zijn de mannen. En ik ben heel benieuwd hoe ze het doen. Want je hebt al gezien, deze game heet geen Metroid. Het heet Prime 2D. Dat heeft natuurlijk met Nintendo te maken. Nintendo is zeer streng wanneer het gaat om gebruik van hun IP. Begrijpelijk natuurlijk ook. Maar laten we alsjeblieft hopen dat dit fanproject niet de nek wordt omgedraaid door Doug Bowser. De man van Nintendo of America. Want dit wil je gewoon als fan zien. En om heel eerlijk te zijn, wij als Metroid fans, die hebben hier toch ook gewoon recht op. Jullie hebben al in 2017 Metroid Prime 4 aangekondigd. De laatste Metroid Prime was op de Nintendo Wii. It's time, man. Hey, en als jullie zo lang op je laten wachten, dan maken we zelf wel iets. Ik snap het. Team SCU presents. Ik ben benieuwd of het SCU is of SCU. Sowieso, de 2D artstijl past gewoon heel erg goed in de wereld van Metroid. Atmospheric conditions are severe. Hostile radar systems detected. Target has been lost. Recommending travel on foot. Kijk, en hier landen we. Talon Overworld. Je kent het nog wel. Het is niet de opening van Metroid Prime. De opening is namelijk een korte proloog aan boord van een schip dat we net zagen. Dit komt gelijk daarna. Helaas niet de originele Metroid tune. Dat mag waarschijnlijk ook niet. En je ziet hier meteen waarom je met muis speelt. Je kan echt 360 graden mikken. Erg tof. Je loopt met WASD. En wanneer je S indrukt, dan kniel je. Dat zul je later nog wel heel even nodig hebben. Er zijn nog meer dingen. Je kan ook je visor gebruiken. Natuurlijk een belangrijk onderdeel ook van Metroid Prime. Ik laat gelijk even zien hoe dat werkt. Je drukt op Q, dan activeer je visor mode. En wanneer je dan rechter muisknop inhoudt, dan scan je iets. Nou, dit is een map station, maar hij is offline. Dus hier gaan we gelijk er vandoor. Dan gaan we hieronder even kijken wat hier is. Want we moeten sowieso
Het is eigenlijk stiekem mijn tweede opname. Ik had de eerste opname zonder geluid. Klasse gedaan. Moeten we onze eerste upgrade ophalen. En dat is de Power Grip. Je weet, je kent het spelprincipe van Metroid. Het is altijd backtracking. Dat zal hier natuurlijk ook gewoon erin zitten. Lore hoeven we niet te lezen. Is niet anders dan wat we kennen van Metroid Prime. Is gewoon overgenomen. En kijk, en dit... Weet je, we hebben zo lang moeten wachten op Metroid. Alsjeblieft Nintendo, steun dit. Steun dit zoals Sega ook Christian Whitehead heeft gesteund. Met zijn fanproject. En wat uiteindelijk Sonic Mania is geworden. Hè? En Sonic Mania is, naar mijn mening, de beste Sonic game ooit gemaakt. En dat zegt wat, want er zijn veel goede Sonic games. Er zijn ook heel veel slechte natuurlijk. Maar er zijn ook een aantal hele goede. En daar is Sonic Mania absoluut één van. Maar dat begon als fanproject oorspronkelijk. We hebben nu dus de Power Grip. En nu kunnen we hier mee daaroverheen. Kijk. En dan hebben we onze eerste upgrade al te pakken. Even kijken wat hier boven zit hoor. Oké, dit is kapot. Maar hier kunnen we wel heen. Kunnen we hier nog iets? Nee. Daar kunnen we niet bij. Daar hebben we denk ik eerst rockets voor nodig. Althans, ik zag een rocket logo. Het is lekker moody. Naar mijn mening is Metroid ook de perfecte alien game. Nu is Alien Isolation dat natuurlijk ook. Een fantastische game waar ik echt van heb genoten. Helaas zijn er maar veel te weinig vette alien games. Maar Metroid is ook gebaseerd op de Alien franchise, de film. En Samus Aran is natuurlijk ook een beetje gemodelleerd naar Ripley. Nou, die naam is ook niet een onbekende natuurlijk in het universum van Metroid. En ze weten die vibe. Geïsoleerd op een alien planeet. Van alles en iedereen wil je doodmaken. Dat weten ze goed te capturen. Dit werkt ook gewoon hetzelfde. Wanneer je naar je schip gaat, kan je saven. Heb je gelijk ook al je energy terug. En je energy is hier in dit geval je levensbalk. Het is niet de originele muziek. Helaas. Die mogen ze waarschijnlijk niet gebruiken. Maar het voelt wel Metroid aan. Dus dat hebben ze goed opgelost. Je moet schieten op deuren om ze te kunnen openen. Echt, het is een feest der herkenning. Om een of andere reden ziet Talon Overworld er gewoon nog mooier uit. En het ziet er al mooi uit op GameCube, vind ik hoor. In 2D. Ik vind het echt heel goed werken. En een ander ding is... Weet je, we hebben gewoon Metroid games nodig. Waarom is er nog steeds geen Metroid Prime Trilogy in HD te spelen op de Nintendo Switch? Dat is toch insane. Ik bedoel, ja, je kan een emulator downloaden en ja, je kan dan de GameCube versie in HD spelen. En je kan er zelfs een 4K texture pack voor downloaden. En dit ziet er prima uit hoor. Maar ik wil het gewoon op een echte... Oh, wauw. Daar stond ik iets te dichtbij. Ik wil het gewoon op een echte Nintendo console spelen. Is dat te veel gevraagd? Nee, toch? En ik had verwacht dat die trilogy al lang op de Switch verkrijgbaar zou zijn. Maar nogmaals... 2017, de allereerste keer dat ik naar de E3 ging, werd de game al onthuld. Metroid Prime 4. Met een logo, alleen een logo. Daarna is de game volgens mij in 2018 werd gemaakt door een studio van Namco Bandai. Toen is die game in zijn volledigheid geschrapt door Nintendo. Oh, wat is er hier aan de hand? Een zandstorm. En toen is die game in zijn volledigheid geschrapt door Nintendo. Oké, cool. Jammer natuurlijk. We weten niet hoe ver ze waren. En we weten ook niet wat er precies aan de hand is. Maar we weten allemaal natuurlijk dat de lat bij Nintendo gewoon heel erg hoog ligt. Goed is niet goed genoeg. Het moet uitstekend zijn. En ik denk vooral dat het geval is. Wat dus uiteindelijk een positief ding is voor Metroid. Weet je, wanneer Metroid Prime 4 komt, eindelijk na al die jaren, moet het gewoon een banger zijn. En dat was het kennelijk nog niet.
Nu zal Retro Studios, de maker van de eerste Metroid Prime game, er ook weer bij betrokken worden. Ik denk dat dat een hele verstandige move is. Want nogmaals, deeltje 1 is ook verreweg de beste, naar mijn mening dan. En deel 2 is ook vet hoor. Wel pittig, behoorlijk pittig zelfs. Maar niet unfair. En die werelden van Prime qua exploration zijn echt, echt uitstekend. Deze werelden nodig je net zo'n beetje zoals Breath of the Wild 2. Daar kan ik het denk ik goed mee vergelijken. Nodig je gewoon uit om alles te gaan ontdekken en alles te gaan bekijken. Hé, dat was een wall jump. Die had ik nog niet eerder gedaan. Oh, wow. Deze deur is dicht. Hier kan ik dus niks. Okay. Helaas geen controller support dus. Misschien dat dat nog komt. Maar dat zal wel lastig zijn, denk ik, met de manier waarop ze hebben gekozen om de power beam te handelen. Oh, ik had zo hekel aan deze ogen altijd, jongen. Hey. Iets beter opletten. En sowieso het scannen. Dat was bijna een collectors ding op zich. Werkte echt heel goed. Ook omdat die visors gewoon heel erg cool gedaan waren. Je had volgens mij een stuk of 4 verschillende visors in de game zitten. En een x-ray visor en noem het allemaal maar op. Echt heel vet gedaan. Het is een safe station, ja zeker. En toch hier? Hier mis ik dan de Metroid tune het meest. Om heel eerlijk te zijn. Weet je, dit hoort bij de game. Maar ja, mag niet. De game heet dus ook niet Metroid Prime. Het heet Prime 2D. We moeten heel voorzichtig zijn. Please Nintendo, draai dit niet de nek om. Ik vind het heel vet om te spelen. En weet je, ze zullen de game gewoon gratis beschikbaar maken. En ik denk dat het alleen maar goed werkt voor de populariteit van de franchise, toch? Echt, die wespen zijn vervelend. Oh nee, deze zijn nou helemaal vervelend. Ze laten wel veel health achter, over het algemeen. Daarvoor farmde ik ze altijd in de main game. Als je health nodig had, dan moet je gewoon even deze beestjes gaan opzoeken. Kijk, we zitten weer bijna vol, 97. En nu zitten we helemaal vol. Wat is hier? Mapstation weer offline. Verdomme. The Age of Silence. Zelfs deze plantjes zitten erin. Zijn oog voor detail is echt heel erg sterk in deze game. En dat geeft alleen maar aan wat voor passie deze gasten hebben bij het maken van deze game. Nee, nee. Oh, meen je dat nou? Dat gras, dat vertraag je en daardoor kan je ook niet zo hoog springen. De vuurvliegjes, de welbekende vuurvliegjes. Yep. Oeh, het is hier wel heel erg donker. Gelukkig hebben we de vijzen. Kijk die ruins hier achterin. Dit doet me echt denken aan Prometheus. Daarom zeg ik ook van de game leunt zo heavy op de Alien franchise. Wat een goed ding is naar mijn mening. Hè? Dus dat is niet hatelijk of zo. Maar daar, weet je, dit doet me denken aan die engineer statues. En dat zijn die Chozo natuurlijk ook een beetje. Oh. Hier is de boss battle. En hier onze upgrade. De missile launcher.
Nou, let's go. Oh, wauw. Waarom verdraaide die camera in één keer? Is dat een bug? Het is wel grappig dat ze hier ook een beetje een eigen spin aan hebben gegeven. Want in Metroid Prime, de originele game, draai je deze wespen als een malle om je heen. En dan kiest er elke keer eentje om je aan te vallen. Maar dat waren echt 3 schoten of zo. Dat was helemaal niks. Hey, het is heel vervelend dat die camera elke keer draait, man. Daardoor mis ik de helft van die beesten. Kom ik nog terug? Ja, ik wou net zeggen. On to the next one. Wauw, dit zijn echt veel te veel. Oh my god. Nee, die laatste ook nog. Yes, thanks. Zijn we full health? Zo lang voordat ze terugkomen. Hé! Hey. 81 geld nog. Het is echt een kwestie van tijd voordat ze maar gaan aanvallen. Nog eentje. Boom! Ladies and gentlemen, we got him. Kunt dat pakken? Oh. Uh-oh. We're not done yet. Het loopt niet snel genoeg, man. Kom op, pak die energy. Alle voltreffers. Pak de energy. Wauw, ik ben echt slecht bezig, man. Oh. Please don't. Please go back. Yeah, boy! Kan ik wel zeggen, daar kan ik niet bij. Is het nu veilig? Ja. Missile launcher acquired. Right click to fire missiles. Your supply is limited, but can be replenished. Kijk, en dit is een energy capsule. Denk ik. Energy tank. Wat is hier? A rift in space-time preventing further progress. Oeh.
Energy tank acquired. En we meer levensbalk bij. Kijk, nu hebben we eentje extra. En we hebben de game uitgespeeld. Althans, we hebben de demo uitgespeeld. De game is natuurlijk nog veel langer. En hier zijn de vier guys responsible. En ik ben ze mega dankbaar. Matthew Griffith, Guardian of the Database. En we geven ze natuurlijk ook hier even een flinke shout-out voor. Tim Hardeman. Tim is een Hardeman. The Architect of the Future. Goyom, Veje, Metroid Zapper, Harbinger of the Frames. Art Director ook. En hier hebben we Andreas Söderberg, Master of the Pixel. Een internationaal team lijkt het wel. Ik zie Engelse namen. Ik zie mogelijk een Nederlandse naam. Dan weet ik niet of dat zo is natuurlijk. En Franse naam, een Scandinavische naam. En hier zijn nog wat extra mensen die aan deze game hebben gewerkt. Dit was Metroid Prime. In 2D, de D-make. En laten we alsjeblieft hopen dat Nintendo hier met zijn tangels vanaf blijft. Weet je, geef de fans ook een beetje ruimte om te experimenteren met hun passie. Weet je, daar worden we allemaal beter van. Metroid Prime 2D, de demo, je kan hem nu downloaden. Hieronder in de beschrijving staat een linkje, dus mocht je de game willen checken, doe dat dan ook alsjeblieft. En nu is het wachten tot Metroid Prime 4. Vond je dit nou een toffe video? Vergeet dan niet om dat duimpje achter te laten. Dat helpt het kanaal enorm. En wil je meer van dit soort video's zien? Vergeet dan ook niet te abonneren. Voor nu, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Later!